ga je meenemen in misschien wel het belangrijkste onderdeel van je boekhouding: facturen sturen. Facturen zijn de basis van je onderneming, want je wilt natuurlijk geld krijgen voor je producten of diensten. Ik ga je laten zien hoe je in Moneybird een factuur verstuurt. Ik ga hierbij heel vanuit dat je adres en huisstijl al correct hebt ingevoerd. Zo niet, dan kan dat eenvoudig via tandwiel, instellingen, afzenderadres. Oké, we beginnen in het tabblad factuur. Selecteer facturen toevoegen. Je ziet hier een lege factuur met je eigen adresgegevens, de klantgegevens, het factuurnummer, de omschrijving en de betalingsvoorwaarden. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan informatie op je factuur. Zo moet er een oplopend factuurnummer op staan, je volledige adres en het volledige adres van je klant. Ook moet je BTW in rekening brengen als je BTW-plichtig bent. Je adresgegevens worden automatisch overgenomen uit je instellingen. We beginnen door een klant te selecteren. Klik op Selecteer contact. Je kunt een al bestaande klant toevoegen of een nieuw iemand toevoegen. Omdat dit een lege administratie is, heb ik nog geen contacten in mijn administratie. Ik ga er eentje toevoegen. Die noem ik gebruiker A. Klik op contact toevoegen. De zoekterm wordt automatisch overgenomen als bedrijfsnaam. Ik kan ook in het KVK-register zoeken. Als ik dan een match heb, neemt Moneybird de informatie over en er wordt hier toegevoegd. Ik klik nu op opslaan en terug naar factuur. Dan krijg je dit scherm te zien. Over het factuurnummer en de factuurdatum hoef je geen zorgen te maken. Dat stelt Moneybird automatisch vast zodra je de factuur gaat versturen. Het staat nu nog op concept, dat zie je hier, concept nummer 6. Zodra je de factuur verstuurt, komt er automatisch de definitieve opvolgende factuurnummer te staan. Klik op opslaan. Ik zal je nog even laten zien waar je dan kunt zien wat het volgende factuurnummer is. Als ik hier klik op concept, staat hier het factuurnummer. Klik weer op opslaan. Nou, vervolgens kunnen we de omschrijving toevoegen. Klik op voeg factuurregels toe. Je kunt hier een extra regel toevoegen. Ik ga van product A, product A en product B. Je kunt ook kiezen uit producten die je hebt opgeslagen, maar wederom, dit is een lege administratie, dus ik heb geen producten opgeslagen. Het aantal kun je hier invoegen, het bedrag, deze doe ik een tientje, deze 20 euro. Je kan de btw-tarieven kiezen. En ik kan hier kiezen of ik inclusief of exclusief btw wil. Ik laat je even zien wat er dan gebeurt. Hier staat het totaalbedrag, ik kies exclusief btw en met inclusief btw gebeurt er dit. Ik kom nog even een kortingsregel toe over het totaalbedrag, 10%. En ik klik op opslaan. De betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van je workflow. Deze worden automatisch overgenomen uit Moneybird. Je kunt bij je contacten aangeven welke workflow je wilt gebruiken. Dat hadden we net dus kunnen doen. Hier, standaard. Nou, de factuur is klaar als concept. Het versturen kan op verschillende manieren. Klik op verzenden. Verzend factuur. Je kunt de factuur verzenden per e-mail. Moet je natuurlijk wel je e-mailadres hebben ingevuld. Je kunt de factuur versturen via post. En je kunt de factuur handmatig verzenden. Dat ga ik nu even doen. Nou, verzend factuur. Je ziet nu dat hier de status openstaat staat. Ook als ik weer naar facturen navigeer, krijgt hij hier de status openstaat. Zoals je ziet heeft Moneybird automatisch het factuurnummer en de factuurdatum ingesteld. En wanneer de factuur betaald wordt, kan ik deze registreren. We hopen dat alles duidelijk is en dat je veel facturen mag versturen. Nog een paar handige tips. Het is in Moneybird erg eenvoudig om een factuur te dupliceren als je bijvoorbeeld dezelfde factuur nodig hebt. Wil je een periodieke factuur maken, bijvoorbeeld een factuur die je elke maand of elk jaar verstuurt, dan kun je dat ook eenvoudig instellen. Moneybird maakt dan automatisch een factuur voor je aan wanneer je die nodig hebt. Ook kun je eenvoudig een creditfactuur maken, voor als je een keer een foutje gemaakt hebt. Mocht je nog vragen hebben, je kunt altijd contact opnemen met onze supportafdeling. Dat kan via support@moneybird.com.